aanstaande woensdag, dan zitten we hier in de bibliotheek de herdenking te vieren van Almelo 75 plus 2 jaar bevrijd. We zouden dat 2 jaar geleden doen, want toen was het echt een jubileum, 75 jaar. Maar door corona is dat allemaal niks geworden. Dus is het nu zover dat het 2 jaar later is en 75 plus 2 jaar bevrijd Almelo, daar gaat het om. We doen dat heel uitgebreid en met allerlei verschillende activiteiten. Die 4e en 5e april 1945 zijn Tjeerd Bendien, eigenaar en directeur van Bendien Confectiefabrieken, Van de Bichelaar, apotheker, en Abon, beide met een zaak daar aan de Grote Straat Noord, met hun camera's 8 en 16 mm door de stad gewandeld. En die hebben geweldige opnamen gemaakt, maar die waren wel bekend. Maar wat wij ermee gedaan hebben, is ze weer boven water halen en vervolgens digitaliseren en waar mogelijk de kwaliteit van het beeld verbeteren. Ze zijn haarscherp geworden. Het bijzondere van woensdagavond is toch eigenlijk wel dat we prachtige beelden hebben van die beide bevrijdingsdagen, 4 en 5 april 1945. Echt een avond met gedichten, met zang, met film en met een verhaal over die 2 dagen waarin Almelo op 4 en 5 april bevrijd is. En dat maakt het tot een multimedia event. But when his number came up and he was gone with the draft, he's in the army now, I'm blowing reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. De voorstelling vindt plaats in Café Fijn, hier in de bibliotheek. En iedereen is vanaf 7:15 vrije inloop. Welkom hier in de bibliotheek om dus tussen 7:15, we starten om 7:30 en ongeveer 9:15, 9:30, die voorstelling die we aanstaande woensdag gaan geven, bij te wonen. Hey,